Ik luister veel podcast. Het is zoveel goede podcasts, man. Er zijn zoveel goede. Eigenlijk alle podcasts zijn wel goed. Iedereen heeft wel een podcast. Wie heeft geen podcast? Alleen Dave, nou, een paar mensen. En de rest van ons luistert naar de rest. Maar nee, iedereen heeft een podcast, man. Maar er zijn heel veel goeie. Heel veel goeie. Je hebt Freek en Suzanne. Zangduo heeft ook een podcast. Dat heet Freek en Suzanne. Wat heel relaxed is. Want daarin vertellen ze wat hem een beetje bezighoudt. En hiervoor had ik heel vaak dat ik dacht... Oh! Wat doet Freek heel de dag? Wat doet hij? Maar nu weet ik dat. Want nu kan ik de Freek en Suzanne podcast luisteren. En ik, oh, dat doet hij dus. Dus dat is echt heel leuk. En wat een leuke podcast is Teun en Gijs vertellen alles. En dat vind ik zo relaxed, dat ze gewoon alles vertellen. Vind ik heel relaxed. Want je hebt ook Rickert en Manon vertellen bijna alles. En ik ben zo, kom op Rickert, vertel gewoon alles, man. Kom, doe gewoon zoals Teun en Gijs, die vertellen tenminste alles. En als je €2,50 per maand betaalt, dan doen ze nog een extra aflevering en vertellen ze nog meer. Dus die vind ik heel leuk. Alles met crime. Weet je, echt alles. Zelfs Deventer, parkeerboete. Ik luister het, weet je. Ik ga het luisteren. Er zijn heel veel pot. Ik ben binnenkort te gast ja, voor de show. Heb je ook. Maar binnenkort ben ik te gast bij de podcast. Nog geen eindgrap voor een grap. En daar ga je dan zitten en dan vertel je een verhaal. En dat heeft nog niet echt een punch. En, maar ik weet nog niet precies wat ik daar ga vertellen. Dus